die telt eraf. Ja? Zeg maar. Ja, leuk hè. Jouw programma hoor. 1, 2, 3, 4. It all starts with a spark. It's a light in the dark. I will find my way back to you. I don't know where to go, but I know it in my heart. I will find my way back to you. I see you in my dreams. Oh, be close to see. But I am bound for you. I don't know where you are, but I know it in my heart. I will find my way back to you. I'll find my way back to you. Yo, okay. Yeah, hey, Jan Kommerman. Yeah. Uitlichten voor de man. Wat is dat al een tijd geleden? Ja, leuk zo. Hè, maar we zitten hier weer op het bankje alsof er geen jaren overheen gegaan zijn. Want ik weet dat ik begon in mijn carrière als een jong meisje. Werd ik gevraagd om op te treden in Groenlo tijdens de braderie dagen. Ja. En ik dacht, ja, dat was ik nog. Ja, ik beheerste het allemaal nog niet zo goed. Ik zat nog op gitaarles. Ik denk, ik vraag een muzikant mee. En heb ik jou gebeld en jij bent met mij meegegaan. Ja, ja. In die open truck voordat. Voor het postkantoor nog? Ja, we hebben met nieuwe ideetjes. We hebben zo'n theaatje door 4 sporen. Een klein thuisstudio. Hebben we ook nog gedaan. Ja, we hebben nog demootjes zelfs opstaan. Ja, ja. Maar Jan, er is in die 35 jaar heel wat gepasseerd. Jij hebt ook al grote carrière gemaakt eigenlijk. Hè? Vertel het eens. Nou ja, ik heb heel veel geleerd in de muziekwereld. En dat is natuurlijk al, vind ik wel prachtig. Dat je heel veel verschillende stijlen en werelden bent... Met rondgekomen, zeg maar. Ja, maar je hebt dansmuziek gemaakt met Rendezvous. Ja, ja. Toen kwam ik jou ook weer tegen natuurlijk, want toen moesten jullie mij wel eens begeleiden. Ja. En daarna heb je nog eens met een tour meegedaan met Normaal als gastgitarist in de tour. Nou ja, 3 periodes bij Normaal gezeten. Ja, ja, nou, maar dat is toch heel wat. Je hebt ook nummers op geschreven voor die... Ja, ook samen met Willem, ook wel zelf dingetjes. Ja. Ja. Nee, het leuk. En met Rendezvous kwam je dan toevallig ook via het begeleidingsgebeuren van Duitse artiesten. Kwam er dus ook een paar jaar in Amerika terecht. En dat was allemaal leuke dingen. Leuk hè? Maar toen kwam je in de rockmuziek terecht? Nou ja, daarvoor had ik tussentijds ook al iedere keer mijn eigen bandje begonnen. Dus de Oxband en dat soort dingen allemaal. De meest vreemde dingen en wilde dingen waar je bedenken kon, dat deden we gewoon. Maar nou ben je een beetje lekker leuke dingen alleen nog, zeg maar, aan het doen. Je hoeft het niet meer specifiek voor het geld te doen, toch? Nee, absoluut niet. Nou heb ik ook nooit echt gedaan. Ik heb wel echt voor de muziek zelf. Het gevoel moest goed zijn. Ja. En als dan de financiën ook nog leuk waren. Dan was het 2 vliegen in 1 klap. Ja, ja. Maar je speelt nu nog bij Old Nees. Ja. Maar dit nummer, dat liedje wat we nu gaan doen, dat heet, het is eigenlijk vloeken in de kerk, hè? Ja, dat is het. Dat is absoluut. Maar het is een oude protestsong, zeg maar. Ja. En dat nummer is al, moet je nagaan, dat normaal toen die tijd al ver vooruit was.
En het is een protestzang op, tegen, de, ja, tegen alle dingen wat met milieu gebeurt en dat soort dingen. Nou, maar je hebt er toch nu een compleet blij geschreven? Ja, ik voor heb... Die, op die corona denk nou, ik vond het wel heel mooi nummer. Die jongens zitten met normaal, of met al deze dagen van wie gaat dat nummer weer maken? Ja. Ik zeg nou, maar dan wil ik hem al up-to-date maken. Dat we dus een compleet de B gaat verzinnen. Nou, ik ben heel benieuwd. Laat maar zo horen. Ja. Oké. Ja? Oh, wacht even. Ik moet hem even eraf halen. Ja, anders kan ik niet meespelen met jou. Godverdomme. Wacht even. Zo, dan klinkt hij een stem. Juist. Ik doe mijn auto aan de kant en ik fiets nooit door het maan. Ik werk niet meer commercieel en verdien dus ook niet veel. Ik bedenk open idealen, om alleen maar van te malen. Vervuiling doe ik niet meer aan bed, stom alleen, kies niet met de pret. Godverdomme, wat doe ik het voor? Ik sloof me nu en het helpt geen zak. Godverdomme, wat doe ik het voor? Ik sloof me nu, het mag geen onderuit. De hele wereld eet de rand en niks blijft meer bestaan. Ik vertel het iedereen, maar ze zeggen waarop toch en. Ze denken alleen maar aan fatsoen en willen ergens iets aan doen. Ze denken alleen aan fretten en leuken en moeten nu de koppen op elkaar beuken. Godverdomme, waar doe ik het voor? Ik sloof je nu en het helpt geen zak. Godverdomme, waar doe ik het voor? Ik sloop hier nu, het mag geen donder in. Hey. Wie vangt alleen maar poep? En de zee is een plastic soep. En Roundup dat niet meer kan. En de bijenstand geeft aan draan. De bijen moet nog niet langer zoeken. Maar acuut de mouwen opstrupen. Wat geven wij onze kinderen met? Gezondheid eerst, zo is het maar net. Godverdomme, wat doe ik het ver? Ik sloof me nu en het helpt geen zak. Godverdomme, waar doe ik het voor? Ik sloof me nu, ik mag geen donder uit. Yes! Oké! Okay. Wat goed, Jan! Ja, dan herken je gelijk weer de sound ook van normaal in. Ja, ja. Het tekst was Ben op zijn best, zeg maar. In die beginperiode van normaal al. Ja. Gaaf. En dat toen die tijd, dat idee van het milieu er al was echt, Leuk, ja. En dat past nou ook natuurlijk weer in deze tijd, hè. Want daar kun je ook best wel eens een vloek om laten van wat er nu allemaal gebeurt. Ja, ja. Hè? Ja. Veel mensen die, die thuis moeten zitten. Daarom zitten we hier ook op dit bankje, gezellig voor al die luisteraars en die kijkers muziek te maken. Ik heb eigenlijk ook een leuke uitdaging voor jou. Want ik hoop dat je het mee, heb je het meegenomen, je mondharmonica? Ja, zeker. Nou, ja, want ik heb jou eens horen spelen. Toen dacht ik, nou, Toet Stieleman kan bij jou wel in de leerman. Dat deed je geweldig. En ik ben een enorme fan van Toets. Maar Toets speelde ik op chromatische dingetjes, zeg maar. Ja, dat klopt. Maar ook wel op dit soort dingetjes. Maar dit zijn bluesharpjes, hè? Ja, ja.
En dat, daar zitten maar een aantal noten op. En dan moet je soms overpakken naar een ander. Ja, je hebt elke toonsoort moet je... Ja. En je meestal pak je een... als je hem als blueshout wil gebruiken, moet je hem een quint hoger maken als waar het nummer in staat. Zeg. Ja. Maar ik had wel een John LeGrand van Living Blues. Die speelde met QB in de studio in Zelm aan het opnemen. Ja. En toen ik die man trof, die speelde zo geweldig. En die heeft me heel veel dingetjes geleerd. Kijk. En we ook s'nachts gingen we wel eens biertje drinken, want hun waren nog in de studio bezig. En dan kreeg jij gratis les. Ja, precies. Ja, geweldig. Om dat genot van een lekker biertje, maar je hebt nou ook een lekker biertje. Laten we er even eentje even proosten. Ja, helemaal goed. Maar jij moet natuurlijk straks proosten. Heel veel aan dat ding zuigen. Ja, dat komt goed. Ja, wie knipt er nog wel uit. Nou, want we gaan een bluesachtig. Nou ja, het is niet echt de blues, maar het is wel een soort heel wat anders. Ja, ik vind het wel heel leuk om dat met jou te doen. Mercy. Van Duffy, heb je er wat van gehoord? Ja, Duffy wel. Heel goed. Mercy, yeah.
de blues, hè? That's the blues. Ja, heel goed. Ja. Ja, dat kan niet ontbreken. Ik bedoel, dus, ja. Het is weer een hele andere stijl muziek. Maar als je het dan allemaal akoestisch speelt, dan krijg je toch echt weer dat gevoel van... Ja, zit het dan een beetje de country blues, laten we het dan maar zo noemen. Ja, ja, ik vind ik eigenlijk allemaal elkaar verweven, toch? Ik heb, ik heb die namen niet bedacht, Jan. Nee. Folk en rock en het doe gewoon gezellig maar. Ja, ik heb nog een mandolinetje. Ja, want jij, ik vroeg jou van, god, heb jij ook nog een leuk country nummer of een folk nummer waarvan je zegt van, daar heb ik wel wat mee. En toen kwam jij met een gospel. Was ik helemaal verrast mee, met na zo'n liedje als wat je er straks gezongen hebt. Ja, ik ken hem van de film, van die lui wie vluchten uit de bak en zo. Ja, ja. En toen dacht je van, en ik heb een mandoline aan de muur hangen, daar kan ik mooi eens even, want er is eigenlijk bluegrass muziek. Ja, ja, ja. En hier kon er even een motortje langs, dus dat past ook wel in de gospel. Ja, ja, maar we hadden hem met de Heino's ook al eens een keer gemaakt. En met de Heino's? Ja, Remco en Erik die konden dat heel leuk zingen. En toen, toen gingen we op een gegeven moment dat dingetje driestemmig gewoon neerzetten. Voor Mumford & Sons? Ja, voor de fun zo gewoon. Ach, wat leuk! En in de bus en dat ging zo leuk. En daar heb ik op de bühne gewoon gespeeld. Ja. Maar dan in het Engels of ook? Of in het, hebben jullie er zelf wat op het nee, nee, nee. We hebben het gewoon in de Engelstalige tekst, ja. Is dat zo? Ja. Ach, ja. Nou, ik ben benieuwd. Wacht, ik laat me helemaal verrassen. Ik speel wel mee, want ik ken ze wel. Oké, helemaal goed. Ja? Dat ik weer eens met jou samen hier een paar nummers heb mogen spelen. En ja, het smaakt wel naar meer, hè? Ja, nou ja. Maar heel erg leuk. Er zijn nou ideeën genoeg. Ja, nou zeker. Ja, ik ben wel ontzettend de bluegrass fan. Ja, ik hou van dit soort dingetjes. En ook met een Eisenborn erbij, zeg maar. Oh ja, ja. Ja. Met die lefstiel, akoestische lefstiel. Ja, want jij geeft ook nog gitaarlessen. Maar als ik in jouw gitaarstudio kom, jongen, dan hangt die hele wand vol met instrumenten. Dus we hebben nog heel wat, kunnen we daarvan gebruiken? Ja, dat kunnen we allemaal gebruiken. Dus heel gaaf. Maar ik vond het heel leuk dat je bij mij vandaag ook in de uitzending, in deze sessie wilde zitten. Ja, ja. En ik wens je al het succes toe en hopelijk nog tot nog een keer. Oké, graag gedaan. Ja, okay. Dan kom dan. Oké, okay. Yo.
Ja.